Ik stel voor dat we het rondpunt van Wommelgem nemen en dan links naar Deurne toe. 11 maanden lang heeft Sjaan met Togo-vrijwilliger Jean-Charles geoefend om zijn rijbewijs te halen. Als jonge Afghaanse vluchteling had Sjaan geen geld en geen familie om zelf te leren rijden. Dankzij de organisatie Togo kreeg hij wel die kans. Jij komt uit Afghanistan, je leert rijden hier in België. Hoe is het verkeer hier in België? Ik vond het echt goed hier. Iedereen rijdt zo regelmatig. Zo op de regels. Van waar ik kom, ja, daar... De regels en zo verkeerd, zo een beetje. Daar waren geen echte regels. Ja. Na een moeilijke tocht langs Iran, Turkije en Lesbos kwam Sjaan in België terecht toen hij 15 was. Alleen, zonder familie. Het was echt moeilijk op dat moment, maar ik heb door veel goede mensen rond me. Ik heb de school gevolgd en daarna. Begin ik gewoon stap per stap en een goede leven werd het maatje. Een maand geleden heeft Sjaan zijn rijbewijs gehaald en heeft hij meteen werk gevonden. Als chauffeur dan nog wel, in de Antwerpse haven. We moeten gewoon die auto's verplaatsen van een plaats naar andere plaats. En we hebben andere ploeg, andere collega's, die doen de qualities control van de auto's enzovoort. En ja, ik begin daar gewoon om te rijden daar. En degene die ik vind echt heel leuk. Dat rijbewijs dat je dankzij Togo gehaald hebt, heeft dat jouw leven een beetje veranderd? Ja, die heeft mijn leven veranderd. Nu ik kan rijden, is gewoon een van de doelen die ik ooit had, dankzij John. De VZW Togo heeft intussen 17 jongeren zoals Sjaan aan een rijbewijs geholpen en is nog bezig met 23 anderen. Met de opbrengst van de warmste week hopen ze nog meer jongeren te kunnen helpen.